ik ken al de ploegen niet, hè, om te beginnen. Ja. En zelfs als je de ploegen kent, moet ik u zeggen dat wanneer je ploegen hebt van ongeveer dezelfde waarden, dat een uitslag meestal afhangt van dingen die niet rechtstreeks met de match te zien hebben. Ja, ja. Dus laat ons een eerste derby nemen. Dat was voor mij, laat ons zeggen, een stommiteit, dat een reflex, hè, want hij kapt die bal goed weg. Hè, en dat hij die bal naar die Jan, het was dus strafschop. Hè, vind ik. Maar dat rood voor geven, dat rood moet gegeven worden wanneer dus iemand met een bal naar een open doelkans gaat. Mm. En jij belet dat, maar dat was dus helemaal niet het geval. Hè. Dus dat is daar al. En dan had dus die penalty er nog in geweest. Niet verloren, hè? Dat was een overwinning toen. Allee. Dat hadden we gevierd als een overwinning. Ah, ja, maar ja, ik wil, dat hangt van zoveel dingetjes af. Mm. Van een bal die zo vervalt. Maar je kunt zeggen, je kunt wel. Procentsgewijs zeggen. Ik zeg nooit, want die, als ze me dat gevraagd hebben, dan hebben ze gedacht dat diegene die van voetbal niks afmeet, die zegt de uitslag. Hmm. Hoe kun je nu over een uitslag? Ja. Je kunt wel zeggen, ik vind dat die 90% kans hebben en dan zie ik naar dinges. Dan zie ik wie heeft de beste afwerker. Dat is nu Dus daar verschilde niet veel. Hè? Nee. Dus op dat punt, Malinoise kunnen bijvoorbeeld een beter ploeg hebben mee, maar kwestie van afwerking, mm-hmm, is dat ook miserabel geweest. Ja, bal op de laatste. Bal op de laatste. Ja. Dat is weer een andere. Maar ik denk, Malinoise heeft een heel goede verdediging. Ze hebben op dit moment, dankzij ons, ook de beste verdediging. We hebben gisteren de beste verdediging 2 golen aangesmeerd. Beste verdediging. Ja, ze hebben maar 11 golen laten maken. Ja. Ze hebben er ook niet zo veel. Dat is een heel goede verdediging. Maar ze dus, kun ik zeggen, ik heb daar kans, hè. Ik heb daar kans, maar ik zou 60-40, hè, maar ik ken dus niet genoeg, hè. Ik weet niet genoeg.